Welkom bij Hati en welkom op mijn kanaal. En vandaag gaan we iets doen met appels. Ach, zijn jullie er ook? Dus ik had het geweten dat ik wat opgeruimd. Je ziet dat ik ook in mijn hok weer bezig ben met een shot. Maar daarvoor ben ik hier niet. We gaan de appels plukken. In de emmer. En die gaat mee. Zo, de trap neerzetten. En dan kan de emmer eraan. En dan is het plukken maar. Ja, ik zit op slot. Ah, dat is hem al. Even kijken. Een beetje op een eentje. Kom ik niet zo goed bij. Kijk eens, mooie appels. En we hebben dit jaar een goed appeljaar. Waardoor er veel appels zijn. En ik wou ze eigenlijk aan, sommige zijn nog een beetje aan de kleine kant, wat langer laten zitten. Maar ze gaan schimmelen, dus we moeten er echt af. Dus we gaan aan de knip. Knip, knip, mooie appels. Zo, het gaat lekker met de appels. En er zit er best nog wel wat in de boom. Kijk, daar bovenin. Hier beneden nog, aan die kant. Zo, een hele emmer vol met appels. Mooie grote voor de appeltaart. Kleitjes voor de appelmoes. Sommige met een plekje. En dan gaan we hier weer een nieuwe short maken. Maar ja, eerst de appels verwerken. Zo, daar de appeltjes voor de appeltaart. Dat is een traditie bij ons. Alles eerst de appels voor de appeltaart uit de boom. Wat over is, gaat hierin. Dan wordt appelmoes. En dan gaan we nu de laatste even lekker schillen van de appelmoes. Lekker met het dunschillen. Hou je lekker veel over voor de appelmoes. Zit er een rotplekje aan of een valplekje, even wegsnijden en hij gaat gewoon de pan in. Het hoeft niet voor de appelmoes niet de perfectste appels te zijn. Nou, ik heb best al wat gedaan, dus ik moest hem even legen. Nou, het klokhuis vind ik niet zo lekker in de appelmoes. Hoppakee, jij wordt appelmoes. En jij wordt ook appelmoes. Zo, nog een appeltje. Je kunt het ook met je zakmes doen. Dan kun je ook oefenen voor je zakmes insigne. Nou, moet je dat wel met een zakmes doen en niet met een dun schilder. Zie je dat plekje? Hoppakee. Door midden, dan zie je gelijk of die goed is. Ik had ook wel appeltjes, die waren al wat slecht van binnen. En ik was iets te laat met de appeltjes van de boom halen. En het weer was natuurlijk ook nat in Nederland. Dat de appeltjes ook wel konden schimmelen en zo. Zo. Het begint al echt appelmoes te worden. Zo'n klein beetje water in de pan.
En het badwater kook, totdat het water kookt. Dan zetten we het lekker terug. Tot er appels gaar zijn. En dan hebben we straks appelmoes. Nou, even stampen, want het hoeft geen fijne appelmoes te worden. Er mogen best lekkere stukjes in zitten. Dan gaat de appelmoes in de potjes. Probeer zonder te smeren te doen, zo. Oké. En die doen we net als het jampotje op de kop. En dan de volgende. Dan hoef ik het niet in de vriezer te bewaren, anders is de vriezer helemaal vol. Zo. Je moet de potjes wel van tevoren ontzettend goed schoonmaken. Dat het niet je appelmoes niet kapot gaat in je potjes. En dan heb je appelmoes in een potje. En dat wordt natuurlijk een appeltaart. Zo, ze zijn allemaal gevuld. Ze staan op de kop en dan koelen ze af. En dan trekken ze vacuüm. En dan kunnen ze in de kast. Hoeven ze niet in de vriezer. Net als met de jam. En vind je mijn video's nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog of word abonnee. Of schrijf wat in de comments.